varen de loodsboten aan onze kust niet uit. Maar de schepen hebben wel hulp nodig. En dan komen de mannen in actie van Noordzee Helikopters Vlaanderen. Het bedrijf begon als een soort van spin-off van het 40ste smaldeel van de luchtmachtbasis van Kokzijde. Bekend van, jawel, Windkracht 10. In de afgelopen stormachtige week ging Kopen mee aan boord. Goedenavond. Zoals verwacht, stevig stormweer vandaag in West-Europa. Aan de kust werden golven tot 8 meter gemeten. Het is 6:45. Ik hang op 200 meter boven de Noordzee. Storm daar buiten. We approach the container. Can I open the door in the back? Ja, open. Roger, open. Bijzonder welkom bij Helicopter Hoist Operations. Roger, wat doen jullie precies? Kan je me dat eens uitleggen? Wij zetten loodsen aan boord van de schepen. Die moeten binnenvaren in de haven. En de boten die buiten varen, daar halen wij de lood van het schip. Hoist ship down. Make it backwards 1 and the right 5. He is landing now. He is on the deck. He is detached. And I'm waiting it. Is dat geen job voor boten? Is het niet gevaarlijker om dat via de lucht te doen? Normaal wordt dat door boten, maar als de golfhoogte te hoog is, is dat te gevaarlijk dat het doet per schip. Dan nemen wij hun taak over per helikopter. Close the door. The door is closed, all clear, and the pilot has control. Oostende, 6:15, magnifiek. Dus mondiaal is dat een markt waar dat er een 4-5 bedrijven zijn die dat doen. En wij zijn daarin natuurlijk nog een stukje gespecialiseerd gezien. Wij de opdracht hebben voor het Belgisch, het Vlaams loodswezen, voor het Nederlands loodswezen. En we zijn zelfs nu vandaag bezig voor het loodswezen in Noorwegen. De meeste mensen komen dus van het 40ste smaldeel helikopter uit Kokzijde. Dus de echte windkracht 10 mannen staan hier. Zo kun je het noemen eigenlijk. Ja. We are ready in the back. Het is ondertussen 7:45. Er is net een nieuwe missie binnengekomen. We gaan een lood oppikken van het ene schip en droppen op het andere. In het jargon heet dat een flip-flop. Wij komen aanvliegen en dan is er een samenspraak tussen de piloot, doorcommandant en ik. En samen bepalen wij de ideale plaats om af te zetten. Afhankelijk van de wind en obstakels en een beetje van alles. Het ziet er goed uit. Ja. Stand-by, preparing in de bank. Ik zie onderaan niet wat er juist gebeurt, dus ik concentreer mij op het punt op het schip. En met het spreken van de hoister probeer ik zo correct mogelijk te vliegen. Hier zit de cargo. Stand by. Il y a beaucoup de turbulent. Le pilote au moment de stationner au-dessus du bateau est en aveugle et suit toutes les indications du truiste. Donc c'est un vrai travail d'équipe avec une grande confiance dans le personnel et une grande maîtrise de la machine et des éléments campés. Is dat expertenwerk? Ervaring is heel belangrijk. En heb je nog nooit schrik gehad, Roger? Zijn er ook al crisissituaties geweest? Nee, nog nooit. Echt niet? Wat dat er eerst, ik ben wat. Roger laat nu een nummer zien, 67, en dat is het radiokanaal, want we willen natuurlijk praten met de kapitein van de boot om te vragen of ze een oefening mogen uitvoeren. En die oefening is Kobe Ilsen aan boord brengen. Help. Voilà, dus we hebben de toelating van de kapitein. Ze gaan de radar in standby zetten. Oké. Dus we mogen beginnen aan de oefening. Ik heb echt schrik nu. 50 meter boven een ruwe zee, tot straks. Mijn god. Ik ga er gewoon uit hangen. Standby. Almost out. He is out. And now, hoist him down. Je staat een helikopter aan, je kijkt naar beneden in de kokende zee en je hangt er ergens tussen aan een stalen draad. Ongelooflijk. Dit is een korte deck, right one more, he is landing now, he is on the deck. Ongelooflijk. En dit is nog maar 4 of 5 before. Stel je gewoon voor dat het 10 of 11 before zal zijn. Hoe was het Kobe om te bengelen tussen hemel en aarde? Wel, het was magnifiek. Martin, echt waar. Vooral het moment dat je uit de helikopter gaat hangen, word je nog even
opgewinst en dan hang je echt letterlijk met je hoofd tussen de wieken. Maar dan het naar beneden gaan is zalig. Trouwens, die mannen, dat zijn de mannen, de echte venten van Windkracht 10, want zij hebben de acteurs opgeleid. Dus die wereldbekende zinnen tegenwoordig van cargo has control en winching up en winching down, dat zijn de woorden van die gasten. Straf. Leuk om te weten. Ja, doen zij ook nog iets anders dan loodsen aan boord brengen en van boord halen? Of is dat hun belangrijkste bezigheid? Daar zijn ze veel mee bezig, als het stormt vooral. Nu, ze vervoeren ook organen om dan later te transplanteren. Dus ze doen wel meer dan enkel loodsen van hier naar daar brengen. Maar het is iets waar ons land goed in is. Heel groot in is. Bedankt. Graag gedaan. Morgen is het Witte Donderdag. Yves Leterme.